Mijn dochter is nu iets meer dan 22 jaar geleden vermoord. Ik wil daar een gezicht op kunnen plakken in plaats van een robotfoto. Ik wil dat gewoon weer opgelost hebben, punt uit. Wie heeft mijn mama vermoord? Als je al zo lang zoiets op je geweten hebt en je kunt er zo mee leven, ik weet niet. Ik verafschuw zo'n mensen eigenlijk. Op 10 augustus 1996 wordt Sally van Hekken vermoord. Vandaag, 22 jaar later, is de moord op Sally een cold case. Geen dader, geen onderzoek, geen rust voor de familie. Onderzoeksjournalist Kurt Wertelaars bijt zich vast in de zaak Sally van Hekken. Hij zoekt bewijzen in een onderzoek dat dan al meer dan 10 jaar is afgesloten. Een onderzoek waarbij nooit een verdachte is gevonden. Dit is hem. Ja, dit is hem. Dat is de man die ik zelf heb gezien. Ik heb in de zaak Sally van Hekken eigenlijk altijd een gut feeling gehad dat ik wist wie dat de moordenaar was. En toen ik in de zomer van 2016 contact opnam met de moeder, met Lydia, heeft ze mij gezegd van kijk, voilà, 20 jaar later is de moord op mijn dochter nog altijd niet opgehelderd. Er was al vele jaren niets meer in gebeurd. Ze had al vele jaren geen contact meer met politie of gerecht, noem maar op. Er was ook geen advocaat meer voor haar. Er was niemand nog bezig met haar zaak, behalve zijzelf. Die heeft toen aan ons gevraagd of wij er iets mee zouden inzitten, of dat hij zich, omdat hij zich verder zou verdiepen in die zaak. En wij hadden zoiets van, ja, we hebben niks meer te verliezen. Het is heel erg wrang om te lezen dat de man, de speurder, die altijd gezegd heeft, wij gaan haar op een andere manier benaderen, dat die processen verbaal tikt waarin staat Sally van Hekken, heroïneprostituee in Antwerpen. Als je een pv geeft waarin dit zwart op wit staat en je geeft dat aan een onderzoekscel die een bepaalde onderzoeksverrichting moet doen, dan gaat dat niet bovenaan op de stapel papier belanden. Hè. Voor de mensen blijft dat een heroïnehoer. Voor mij was het mijn dochter, het was Naomi haar moeder, het was Sharon haar zus. Voor ons was dat geen heroïne, hoor. Het afgelopen weekend is op Antwerpen Linkeroever het lijk van een jonge vrouw gevonden. Er is geweld gepleegd op de vrouw, maar de precieze doodsoorzaak staat niet vast. Dit is het relaas van de fatale nacht. De nacht van 9 op 10 augustus 1996. Iets over middernacht. Sally staat te tippelen in de Antwerpse prostitutiebuurt. Ze heeft geld nodig om haar drugsverslaving te betalen. Twee vrienden van Sally zien dat ze instapt in de wagen van een man, wellicht een klant. Hij heeft een jeansvest en cowboylaarzen aan en draagt zijn haar in een paardenstaart.
De man rijdt in een opvallende blauwe Amerikaanse oldtimer. De twee vrienden zijn de laatste die Sally levend hebben gezien en worden later kroongetuigen in de moordzaak. Op deze plaats tussen het riet aan de Scheldeboord op linkeroever vonden twee spelende jongens zaterdagmiddag een zwaar verminkt lijk. Het ging om het lichaam van een 20-jarige prostituee uit Antwerpen. Een uur voor de moord. Sally rijdt samen met de man met de paardenstaart door de Waaslandtunnel, ook wel de Konijnenpijp genoemd. De kortste route naar het Sint-Anna-strand. De blauwe oldtimer stopt op een parking op linkeroever, dicht bij het Sint-Anna-strand. Daar, op het strand, tussen het riet, wordt Sally vermoord, om 4 uur 's nachts. De politie vindt naast haar zwaar verminkt lichaam een stuk hout, besmeurd met bloed. Waarschijnlijk is ze in het rietveld zelf de schedel ingeslagen. In elk geval is bij de moord bruut geweld gebruikt. De Antwerpse rechtelijke politie zou nu een ernstig spoor volgen, maar wat dat spoor is, wou het parket nog niet kwijt. Dat spoor is een persoonsbeschrijving van de mogelijke dader. 1,85 meter, struis gebouwd, 35 tot 40 jaar en een opvallende paardenstaart. De beschrijving is afkomstig van de twee vrienden, de kroongetuigen, die Sally zagen instappen in de blauwe oldtimer. Die blauwe oldtimer wordt een cruciaal element in het dossier. Nu pas blijkt dat het om een blauwe Cadillac te veel gaat uit de jaren 60. Die auto vinden wij terug dankzij het speurwerk van journalist Kurt Wertelaars. We vinden de auto terug in Cave Creek, een dorp met 3000 inwoners in de Amerikaanse staat Arizona. August 1996. Wie heeft Sally van Hekken vermoord op het strand van Sint-Anneke en waarom? En vooral, waarom is het onderzoek naar haar moord keer op keer in het slop geraakt? Lydia, de moeder van Sally, wacht al meer dan 22 jaar op antwoorden. Eerst maken we een reconstructie van het woelige leven van Sally, daarna duiken we in het onderzoek. Het appartement van Lydia de Dekker, de moeder van Sally, in Antwerpen. Lydia is 67, moeder van twee dochters. Al is het haar jongste dochter die vanaf dag 1 voor onrust zorgt. Mijn eerste herinneringen eigenlijk aan Sally, zij was een hele late loper. Dat weet ik nog goed. Want ik geloof dat ze ongeveer 15 maanden was vooraleer dat ze echt zelfstandig kon stappen. En dan, dan is ze gaan lopen en dan op de camping. En, caravan in, tent uit en ik er altijd achter. En dan ja, op een gegeven moment waren er vrienden die vertrokken van de camping. En dan was ze ineens vermist. En dan hebben we uren aan het zoeken geweest dat wij eigenlijk echt op het punt stonden van ja, de politie te verwittigen. Wij dachten dat ze per ongeluk in die caravan gekropen was van die mensen die vertrokken waren. En dan heeft eigenlijk heel de camping mee aan het zoeken geweest naar een peuter met een roze zwembroek aan, met een pamper. En dan kwamen ze er ineens ergens tevoorschijn, zonder broek, zonder pamper, zonder iets. Sally was, ja. Als ze thuis was, dan wist je het. Sally kon gitaar spelen. Zij kon met een synthesizer werken. Ja, als ze dan iets in haar hoofd had dat ze graag hoorde, dan begon ze ermee. Dan
trok ze naar boven en dan was het er een paar uren lawaai erboven en dan kwam ze terug naar beneden en dan moesten we eens luisteren. En dan was dat van, ja, dan speelde ze dat van voor tot van achter en van achter naar voor ook als het moest zijn. Sally groeit op in de buurt van het Edenplein in Wilrijk, een doodgewone wijk net buiten Antwerpen. Daar leert ze ook Veronique kennen. Is dat we verhuisd zijn, ben ik er nooit niet meer geweest. Dat kwam zo even, kreeg er wel even koude rillingen van. Dat ik dacht van, nou ja, toen was het nog plezant. Veronique is 2 jaar ouder dan Sally, maar wordt toch haar hartsvriendin. Ik heb ook nogal een grote mond van mezelf. En dat klikte gewoon. Ik weet niet hoe dat kwam. Dat was zo met mij en haar was er zo'n speciale band. Gewoon omdat we alle twee een beetje hetzelfde hadden van, klinkt het niet, dan botst het. En ja, dat klikte gewoon tussen ons tweeën. Dat valt mij wel altijd op, dat is dat ze zich altijd aangetrokken voelde tot ouderen. Geen kinderen van haar leeftijdscategorie. Was altijd met ouderen. Ik zal zeggen, als ze in het tweede studiejaar zat, dan trok ze bijvoorbeeld op met kinderen van het zesde leerjaar of zo. Altijd zich meer aangetrokken voelen door oudere mensen. Ik was dan nog bij de brave jeugd. Ik paste ook zo schoon in dat kaderke van ze is op tijd thuis en ze is niet dronken. Maar Sally die moest dan altijd net eentje meer drinken, dat ze zo'n klein beetje tipsy was en dat ze dan toch een klein beetje extra had gedronken als de rest. Maar het was geen ambetante zatte. het was een plezante, het was een heel toffe om mee weg te gaan. Maar ze moest altijd net ietsje meer doen dan de rest. Ze was ook nogal zo stoer ook van haar eigen. Ze wou ook altijd van alles proberen. Met een brommer rijden, ook al mocht dat dan eigenlijk ook nog niet. Maar met een brommer rijden en er dan ook showkes mee doen. Dat af en toe ook wel iets verkeerd afliep. Maar ja, ze was eigenlijk zo van niet echt een meisje. Het was zo meer jongensmeisje. Zo. Een meisje met een jongensachtige kant eraan. Zij trok zich op aan het avontuurlijke, zal ik maar zeggen. Hè. Dingen doen die dat je niet... Ja, waarvan als wij ze niet doen, ja, dan ging ze het zeker wel doen. En dan, ja, hoe meer dat je er tegenin gaat, van je moogt dat niet, hoe meer dat zij dat wel ging doen. Sally is 13, het begin van een moeilijke en lastige puberteit. Vooral op school is ze onhandelbaar. Keer op keer wordt ze van school gestuurd. Ik denk dat ze even tellen. 1, 2, 3, 4, 5 scholen op nog geen 2 jaar tijd. En dan begin ik alleen aan. Dan is er wel iets dat niet klopte. Dan krijgt op het einde van de maand een lijst met dagen dat ze niet aanwezig was. En ze had misschien beter een brief opgesteld met de uren dat ze er wel was. Dat was korter geweest. Als ze zo 14, 15 was, dan begon het toch al een beetje de verkeerde kant op te gaan eigenlijk. Dan zag je ook dat ze wel bij anderen, dat ze hier niet meer zo heel veel kwam. Ik zag haar nog wel regelmatig, maar ze ging hier niet meer zo dikwijls rondhangen. Ze zat dan op andere plaatsen. Waar? Geen idee. Met wie? Geen idee. Maar niet echt de mensen, denk ik, die ideaal waren voor Sally. Eigenlijk de eerste keer als er over drugs bij ons in huis is gepraat geweest, dat was dat ze in het vijfde of in het zesde studiejaar zat. En dat ze spreekbeurt moest doen. En zij ging dat over drugs doen. Dat ik
dat wij zeiden, drugs, vooral dat jij dat nu in je hoofd. Ja, ik wil daar over spreken. En dan op de bibliotheek en van alles gaan opzoeken. En enfin, ja, die spreekbeurt die was heel goed gedocumenteerd, blijkbaar. Want ze heeft er een heel goed resultaat op gehaald. Maar waarom dat ze dat toen deed, dat is... Zij is eigenlijk op vrij jonge leeftijd al begonnen met jointje roken, zijn pilletje pakken. Ja, dan moet er maar eens één iemand tegen u zeggen van oh, je moet eens heroïne proberen of je moet eens LSD proberen of iets anders van drugs. Met haar karakter, aangezien dat zij altijd alles wil proberen, is de kans dus wel heel reëel dat ze dan ja zegt. En als dat dan meevalt, dan... Is ze er dus aan blijven hangen, spijtig genoeg. En dat ging dan van kwaad naar erger. Allee, ja. Het is... Dat was eigenlijk... Daar had ik nooit niet bij stilgestaan. Bij drugs. Niemand niet, trouwens. Dan kwamen ze na enkele weken terug thuis. En stond er, ja, zo iemand waar ik twee keer moest naar kijken, omdat ze zodanig afgevallen was. Zij noemde dat dan een speed-dieet. Als zij over een dieet spreekt, dan ziet zij eigenlijk niet in hoe ernstig de situatie is, hè? Nee, volgens mij heeft ze dat nooit niet gezien. Ik zeg, wanneer ga je iets doen aan uw probleem? En haar antwoord daarop was, mijn probleem. Ik heb geen probleem. Jij hebt een probleem.